Dames en heren, vandaag wordt een saai streampie. Vandaag wordt een simpel streampie, want neem het op tegen simpele mensen, simpele figuren, de kijkers. Oh jee, jee, jee. Hoeveel talent heb je nodig om in een chat te zitten, Peter? En hoeveel talent? Nou, blijkbaar best veel, want ik zie alleen maar spelfouten allemaal. Maar daar zeg ik dan niks van, hè? Ja. Maar als ik één keer afga in een spelletje, dan moet ik het aanhoren. Dan ben ik zo slecht. Nou, laat vandaag maar even zien hoe goed jullie zijn. Laat wij zien hoe goed wij zijn. In de lekker spelen tegen kijkers stream. Als jullie winnen, en die kans is zeer klein. Minimaal. Dan mogen jullie de aankomende 3 weken onze Twitternaam bepalen. Peter, start die computer maar. Klik hem aan. Dit wordt het eerste spel. Okay. Er zijn een paar tussen die je graag kan spelen. Dit zou er mooi zijn. Wil wakker, dat is lastig. Kom maar. Wat is dit voor gek? Zo! Echt mijn favoriete game! Oh jee! Oh, daar gaan jullie nu al. 2-2 Super Smash. Hier zitten toch regels aan vast? Chat, wat is jullie beroep? Spartans! What is your profession? Nee, ja, zo zien jullie... Ja, hoor! Zo zien jullie jezelf. Doei! Lekker Richard in chat. Timon, ik King K. Rool. Sowieso, altijd. Ik met Yoshi, daar gaan we, Peter. We gaan ze echt kapot. We gaan ze ultimate clean sweepen, Peter. Supreme sweep! Supreme sweep, gaan we, Peter. Pak ze aan. We spelen ook echt tegen Flonks, hè. En die pakt ja, me! Ja, oh, shit, joh! Ik ben ook neer. Ik ben 1 keer neer, Peter. Jullie zijn niet heel goed in dit spelletje. Zonder afleiden. Het is zonder afleiden, hè? Ga je nog maar 1 leven, die gast? Ja, maar ik ook. En ik ben bijna dood, joh. Ah, ik ben dood! Ik ben dood, Timon! Okay, shit, je moet focussen op Flonks. Als die weg is, dan zijn jullie precies gelijk. Dan kan alles nog. Oh, Timon. Ja, het is heel moeilijk om 2 mensen te focussen. Hoppa! Die is nog steeds niet dood! Die is dood. Die is dood. Timon is 1-1. Ja, Timon, dit gaat... Oh, shit. Oh, shit, dat is dom. Je ziet, oh, je ziet hem aankomen, joh! Hij gaat echt voor die smash aanval de hele tijd. Ja? Timon, dit doe je. Je gaat het doen, Timon. 1-0. In het zakkie. Mijn hart gaat tekeer, Timon. Nee, ik vind het echt spannend. Ja, je hoeft hem nog maar 1 keer te tikken. Heb je hem? Oeh! No! Dit is niet normaal! Oh, oh shit, nee. Het gaat zo gelijk op. 1 goede tik van allebei. Oh, het is over. Tikkie. Ja, dit kan het ook zijn. Nee! Oh, nee! Joh, doei! Shit, joh. Ik mikte op die klote bal. Dit was zo close, Timon. Kunnen we nu al 1-0 achterstaan? En het is tot de 4, hè. Best of 7. Dit kan... Eerlijk gezegd, dit is ons. Dit wordt een korte avond. Ah, hij is smoel, man! Timon, laat je niet kennen, hè? Want er kan er van alles gebeuren. Dit was de eerste game. Ja. Eerst tot de 4. Tuurlijk. Wil je naar de volgende game gaan? Ja, absoluut. Ronde 2. Kom op, Timon, een spelletje die ons voordeel geeft een keer. Ja. En het is al echt, we begonnen al met een nadeel, dit spel. Ja. Amper gespeeld, juist. Mario Party! Ja, ja, ja. Voel je dat of niet? Ik voel hem wel, hoor. Sowieso die molman, ja, natuurlijk. Kijk nou op. Gaat hij met Donkey Kong? Hij wordt zenuwachtig, hij weet hij het niet meer. Hij wordt nu al zenuwachtig. Het is met computer. Blijkbaar is het met computer. Oké, ja. Dus dit zijn... Is die laatste random? Ik denk de laatste random is. Dus 4 games in 1 random game. En wie de meeste deze wint, krijgt de punt. Chat. Kijk, Timon, daar ga je. Niet laten afleiden door die chat. Hij gaat me blokken, die gast. Kijk, die eikel, hij gaat me blokken. Dat moet hij niet doen. Die gast is heel irritant aan het blokken. Timon, ja! Lekker, kom op. Oh, hij kan 3 keer geraakt worden. Jij ook, trouwens. Oh, ben je nog een keer geraakt? Dit gaat lekker. Dit gaat lekker, Timon. Hou die concentratie vast. Oh! Die is binnen! Kom op! Ga voor die monster scoren, ja, ga Timon. Ga voor de monster scoren. Ik leef nog. Leef nog. Ik ga een minuut volhouden. Voor mij is dat de max. Ga hem uitspelen. Dit is echt ongekend. Ja, en dan zie je wie de professionele gamer is en wie een kijker is. Dit is niet normaal. En ik wil Kees niet te veel naar beneden. Hij is goed in kijken, hoor. Maar laat dit maar aan die molman over! Oh! Oh! Ga door nog! Oké! Oh shit, ze zijn aan het afleiden. Dit is niet normaal, Timon, dit is niet normaal! Oh shit! Schoonheidsfout. Ik heb een klote afleiding voor de chat, hoor. 2 keer zo lang heb ik het volgehouden. Gaan we naar die punten kijken. Ach, Oei. Maar Timon, dit is nog niet genoeg. Het zijn 4 of 5 potjes en samen is er maar 1 punt, hè. Dus hou het vol. En 1 potje telde. Die telt gewoon. Peter, voel je deze? Deze voel ik. Motion controls is mijn ding.
Kijk, ga je, Peter. Je bent het rode wagentje, hij is het blauwe wagen. Gaat die zielig in een hoekje campen. Wat een zielig figuur is dat. Oh, lekker, lekker, Peter. Oh, hij weet het niet meer. Jullie zijn allebei nog nul keer geraakt. Er is niks aan de hand. Hij blokt. Hij is aan blok. Oh, lekker, Peter! Oh, ik ook. Ze allebei één. Oh, Peter, nee. Shit. Laat hem alsjeblieft niet terugkomen hier. Niet onder de computer eindigen. Goed stuurwerk. Kijk je dan erdoor? Nee. Wat een joch. Oh, ja, maar dit is heel erg vuil. En nu gaat hij. Ja, maar dit is vuil. Dit is heel vuil. En als je zo wil winnen, veel plezier er dan mee. Ja, shit, hij gaat terug. Die blok, hij komt echt terug. Werd afgekapt, nogmaals. Nee, Timon gaat door. Hij gaat terugkomen. Nee. Hij blijft alleen maar in één hoekje. Hoe zielig ben je dan, joh? Nee, die komt weer. Shit, Timon, hij komt volledig terug. Hij heeft het helemaal teruggemaakt. Hij heeft het helemaal goed gemaakt. Hij heeft het helemaal goed gemaakt hier. Hij zegt... Maar als de chat nou even één keer stil kan zijn toevallig, we zijn hier even met een wedstrijd bezig. We staan nog 100 punten voor, er moet genoeg zijn. We gaan popcorn vangen. Kees, doe je best. Kijk, ik weet dat jij van popcorn houdt, Timon. Ik vind vooral die stukjes vast achter in je tong vind je heerlijk. Pak zoveel mogelijk, Timon. Je ziet het aan die schaduw, hè? Oh, ja, dat is een lekker bakkie. Dat is een lekker bakkie, hoor. Oh, hij pakt ook heel veel. Hoe vast staat het met de score, Peter? Ik kan de score niet zien. Het is 8-8. 8-8. Shit! Ja, shit. Hij zet voor. Timpie. Dit kunnen we niet verliezen. Zak gaat er een clean sweep komen. Ja, ik kom voor. Oh, nee! Een meteor! Een meteor! Hoe groot is die kans, joh? Nee, -9. -9! Ik had er gewoon 18! -9! Nee. Hij staat voor. Het scheelt helemaal niks, Timon. Stel nog niks voor. Let's go, Kees. Ahoe. Die lokker noemen, dat is echt heel dom. Peter, we gaan samenwerken. Okay. Beneden of boven, wat denk je? Altijd bovenlangs. Maar niet met hem meegaan, want hij gaat vervelend doen. Dat is een goede keuze. Hij is niet sportief. Je moet rekening houden dat je met de chat speelt. En die boven zijn heel beneden? Beneden. Maar pas... dit is verkeerde keuze. Ja, Wario, opkutten! Beneden, het kan niet twee keer. Het kan niet achter elkaar twee keer zijn, ja, tuurlijk. Dus nu moet hij boven zijn. Dan kan hij twee keer achter elkaar... Maar zij gaan vervelend doen. Je moet niet bij ze in de buurt Peter, komen. Peter, ik zeg, het kan toch niet twee keer op dezelfde... Dus nu moet hij beneden komen, toch? Ja. We hebben het over procentwerk. Het is onmogelijk. En nu moet hij wel bijna boven. Hij gaat hem blokken. Hij durft ook niet bij jou meer in de buurt. Ja! Oh. Dit is goed! Dit is goed! Boven! Oh, Timon, je bent echt helemaal in vorm. Blok hem! Oh shit! We hadden die monster score kunnen pakken, maar ja, Timon! Echt mentale overwinning even pakken hier. Gewoon even aanpakken. Oh, dit scheelt helemaal niks. Goed punten. We komen wel dichterbij. Maar we hebben niet eens ingehaald. Dit is de laatste of niet? Ja, dit is de laatste minigame. Dit is alles beslissend. Ja. Lekker kanon. Oh, hier ben ik niet goed in. Ben ik hier goed in? Nee, laat mij maar. Ik heb vaak snoepjes uit de pot gepikt, hoor. Ik heb snoepjes ook wel lekker. Timon, je moet gaan. Ahoe. Voorzichtig. Linksboven. Echt kap nou, joh! Timon, schudden! Hij gaat heel kut. Je hebt echt de tijd van je leven. Hij ziet die snoepjes zijn te groot. Die passen niet eens. Dit is een fout van het spel. Oké. Aandacht. Aandacht. Nee, nu even Motion control, ga eruit! Ja! 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 Yes! Dit is genoeg! Dit moet genoeg zijn, joh! 1 seconde. We zijn 1 seconde sneller. Is dit genoeg? Laatste spel is dit, Peter. Ik wist niet dat snoepjes pakken zo intens kon zijn. Kom op, dood. Vertel hem maar gewoon. Het staat nu weer het bekend te maken. Kom op, man. Ja, dit is echt spannend. Jij staat hoger? Nee. Nee! Ja, hoe kan dit? Hoe kan dit? We hebben 3 keer gewonnen! Wat was dit? Dit slaat echt helemaal nergens op, hè? We worden hier echt compleet genaaid. Ja, en niet zo'n klein beetje ook, hoor. We gaan voorkomen dat ze ons met 4-0 clean sweep. Wat als we clean sweep worden? Dat wil ik echt niet meemaken in mijn leven. Ahoe alsof het een ding is. Ja, maar hoe eerlijk is dit? Al die mensen tegen 2, hè? Ja. Ze hebben echt duizenden mensen nodig om 2 mensen te verslaan. Nou, knap hoor, jongens. Je moet je voorstellen, Messi is de beste voetballer. Ja. Ga daar met 1000 man tegen voetballen. Ja, dan wint hij ook niet. Ja. Maar Timon, laat het kopje nog niet hangen. Ja, maar het is niet voorbij. Pijnlijk te worden, dit. Zullen we nou kijken wat het volgende spel is? Laten we het alsjeblieft doen, Peter. Vergeten. Gewoon doorgaan in het leven is het. Ronde 3, kom op. Kom op, Peter. Gewoon elke keer een lekker spelletje voor ons zou even fijn zijn. Oh ja, boem! Ja. Die heb je. Die hebben we toevallig geïnstalleerd op het ding. 3 minuutjes tijd. Mag maar 1 keer doodgaan, je mag maar 1 keer doodgaan. Dus een foutje, geen foutje. Je kan jezelf ook doodmaken, hè.
is lag. Ik voel het nu al. Ja, hij heeft heel veel lag, die gast. Het is echt lag. Oh, ik vind het echt heel spannend. Ga geen zelfmoord doen. Het is echt heel makkelijk om zelfmoord te doen in het spel. Want die bommen die explodeert soms heel groot. Ja, en ik weet niet wat die power-ups doen en zo. Gewoon bewegingsruimte gaan naar toe graven. Creëren. Gewoon wat bewegingsruimte creëren, Tim. Skilletjes zie ik daar. Hopelijk maakt hij zo'n beginnersfout. Dat zou mooi zijn. Oh, hij komt dichtbij. Oh, ik weet niet hoe lang zijn vuur is. Oké, hij komt eraan, Peter. Hij komt eraan. Pas op voor die bommetjes. Je hebt gewoon helemaal gewoon... Oh! Oh, nee! Dat scheelde helemaal niks. Dat scheelde echt niks. Oh, de vloer gaat ook kapot. Wat de fuck gebeurt er met de vloer? Oh, Timon, heb ik hem? Nee, net niet. Het scheelt helemaal niks. Oh! Je sluit hem in! Oh! Sluit, ik kom naar... Oh! Je komt naar insluiten! Oh, Peter, oh, Peter, nee! Nee! Shit, oh nee! Ik wil niet geclean sweet worden, Timon. Peter, het ziet er nou uit dat het misschien geclean sweet... Ik kon er niet eens van tevoren, als je dit maar zou zeggen, van hey, je wordt misschien geclean sweet, dan zou ik zeggen, ja, leuk gast. Timon. De volgende game. Peter, dat gaat nooit meer bovenop komen, toch? We moeten sterk blijven, ja, Timon. Tuurlijk, misschien halen we het gewoon. Ten Lieve League ben je oké in. Ben je best oké in. We hebben veel gespeeld, Peter. We hebben een aantal uurtjes in Lieve League gespeeld. Wat is dit? Wat is dit? Nieuwe uitdager. Nee, joh. Tim, de maker van het spel! Gedomineerd domoor. Ahoe, ahoe, ahoe. Hé, hey, kom, we gaan tegen een maker van een spel spelen. Terwijl we 3-0 achter staan. Goedenavond. Hé, hey, ik heb echt een klote dag gehad, weet je. En je hebt toch... ik kan je ons gewoon een keertje laten... Ik kan ons gewoon een keertje laten winnen. Dat zou ik wel gewoon... zou ik echt wel fijn vinden, eigenlijk. Ik kan wel met mijn ogen dicht gaan spelen. Echt? En dan gaat hij nog zo'n klootzak weg doen ook, hè? Dan ga je gewoon kapot maken in je eigen klotenspel. Wat dacht je daarvan? Moet je goed luisteren. Ik luister. Het zou zo top zijn als je ons gewoon laat winnen. Ik bedenk het van een commercieel punt, weet je wel. Dan gaan we juichen, het leuk vinden. En dan gaan we, oh, dit is echt leuk. En dan denkt de chat, oh, misschien is het een leuk spel. Kaching, kaching. Nee hoor, hij klikt zo snel mogelijk door, die gozer. Maar als wij verliezen, dan is het, ah, balen, ik heb me niet zo vermaakt. Dus hou dat in je achterkoppie. Ja, heeft hij nog de sterkste character ook weer, hè? Ben jij de robot? De chille robot? Kickflip, zei ik. Kijk. Oh, nee. Ah, die gozer is te goed. Nee, dit... Hey, die gast is te goed. Kap, ga af, stop! Ga eens serieus spelen! Kut, ik ben helemaal afgemaakt. Timon. Hij doet nog niet eens wat. Nee, ik wil de clean sweep niet, Timon. Echt, dit is zo klote. Nee, niet. Oh shit, niet de triple clean sweep. Ja, dit is goed, hij is geraakt. Hoe is jouw reactievermogen, joh? Nee. Kut, ik krijg clean sweep. Reactievermogen van 10. Het is heel kut, ik heb nog maar één leven, Peter. Oh fuck, ik schiet op mijn eigen bal. Oh nee. Waarom hebben we dit ooit bedacht, Peter? Oh! Hey. Oh jee! Wacht, time-out! Time-out! Time-out. Fuck, klote, joh! Kent! Wat? Je hebt een super duper move. Nee, het is over. Ik heb maar 1 HP. Rage quit! Ik heb niet verloren. Niet? Nee, telt niet. Tel dit. Jongens, ik kan toch niet. Ik heb nog nooit zo hard gebaald, Tim. Ik sta ook een beetje verlul. Ik word uitgenodigd door jullie, de beste gamers van Nederland op Twitch. Dus jij hebt nog getraind? Stelt het eigenlijk helemaal niks voor. Nou, mute die gozer. Ja, die gozer wordt echt kapot gemaakt ook, hè. Verander het naam Pie maar in Dylan H. Egens van Page. Nee. Timo, nu moeten we onze Twitternaam veranderen. Ja. 3 weken is heel lang. Dat is veel te lang. Dat is echt veel te lang. In mijn hoofd was het serieus geen optie. Ik dacht, we doen dit gewoon. Het gaat toch niet gebeuren. Het is gewoon leuk, zeg maar. Maar Peter, we gaan ons aan ons woord houden. Chat, jullie mogen nu gaan besluiten met z'n allen. Waar moet onze Twitternaam in veranderen? We geven jullie een moment bedenktijd om op één lijn te komen. Ja. Wat we dan gaan doen is... we gaan naar onze giveaway page. Daar gaat de computer 1 naam selecteren. Die mag de naam... Het eerste wat hij typt,
Dat wordt onze Twitternaam. Dat wordt onze Twitternaam. Dus als jullie allemaal op één lijn zitten, dan is de grote kans dat die naam wordt getypt. Ja. Onze Twitternaam voor de aankomende 3 weken gaat worden... Wozer Doodles mag het bepalen. Wat wordt onze Twitternaam? Het eerste wat hij typt... Van al die mensen geselecteerd. Wozer Doodles. Gaat het typen. Wat gaat onze Twitternaam worden? Hij bouwt het ook echt op, de spanning. Lekker gecleaned. Peter, dat kan veel erger. Peter, dit kan heel veel erger. Dit is gewoon helemaal dikke prima als je het mij vraagt. Heet je liever lekker gecleaned of lekker Dylan Hagens fanpage, Peter? Laat even een positieve kant bekijken hier. Niemand weet dat... Ik wil liever nog met Dylan Hagens geassocieerd worden dan dat ik met mijn clean sweep. Maar Peter, kijk naar zo. Nu lijkt het net gewoon die schone gozer zijn. Je hoeft niet als die clean... Maar ik weet dat het van die clean sweep komt, toch? Ja, maar dan moet je vergeten. Dat weet niet iedereen op Twitter, weet je dat, Peter. Wacht eens even. Dat maakt helemaal niet uit, Peter. Dit is gewoon een prima... Dat zijn gewoon die schone gozers. Van lekker spelen, toch? Dat klinkt ook helemaal niet verkeerd. Nee, lekker geclean. Ja, hoppatee, joh. Alles netjes opgeruimd. Geen zootje op dit kanaaltje. Okay, gewoon lekker bedankt, gaan. Chat. Bedankt, chat. Dit hebben jullie weer gedaan met jullie overwinning. Lekker, hoor. De gekke. Noem ons mal. Het lekkerste nummertje voor het allertegekste spel dat we ooit gaan spelen.